Op dit moment werkt de QR-code nog gewoon voor 18-minners, mensen onder de 18 jaar. Maar als die straks verloopt, omdat het 9 maanden geleden is dat ze hun laatste vaccinatie hebben gehad, dan moeten ze onder de huidige regels getest worden, willen ze ergens naar binnen. Voor een booster komen ze namelijk op dit moment nog niet in aanmerking. Ja, en iedere keer getest worden, dat is slecht voor hun sociaal-emotionele ontwikkeling, zegt opvoeddeskundige Marina van der Wal deze ochtend in de Telegraaf. Het ministerie van Volksgezondheid laat weten dat ze advies vragen aan de Gezondheidsraad over het booster van 18-minners. En in februari verwachten ze dat advies. Dat is dan ook nog op tijd voor het verlopen van de QR-codes van de meeste 18-minners. Een andere vraag die Kuipers aan de Gezondheidsraad gaat stellen is of het een mogelijkheid is of moet zijn om mensen die met Janssen zijn gevaccineerd en een booster hebben gehad nog een extra booster te geven. Het heeft alles te maken met de regels in Duitsland. Daar is het namelijk niet meer genoeg als je een Janssen-vaccin hebt gehad en een booster. Daar moet je er nog eentje hebben. En tijdens het coronadebat realiseerde onze premier zich dat dat ook voor hem geldt. Hij heeft ook Janssen en een booster. Dus dan komt hij er in Duitsland op heel veel plekken niet meer in. Is het typisch dat Duitsland weer een eigen plan trekt hierin? Ja, volgens mij trekt elk land een eigen plan. Dus waar ik wel, als we in een heel internationale wereld, veel mensen gaan de grenzen over. Ik zou toch één criticeur van, het zou toch wel prettig zijn. Een van de lessen uit deze crisis is dat een volgende keer we gewoon een Europees beleid hebben en niet elk land zijn eigen regels gaat. Ja, maar gaat volgende keer, ik bedoel, we zijn al twee jaar verder. Je mag hopen dat het zover niet komt. Maar goed, al die tijd is inderdaad verstreken, dat klopt. Ja.